Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Het is nu zondag en ik had in mijn vorige vlog al gezegd dat we vandaag naar mijn oma gingen, want die is 96 geworden. En we nemen Oliviaatje mee, dit is haar eerste lange autorit. Dus het was vanochtend wel een beetje duwen en trekken en gedoe om de Maxi Cosi in de auto te krijgen. Maar dat is allemaal helemaal gelukt en Sander die is aan het rijden. Zeg hoi. Zeg hoi. Zeg hoi. Zeg hoi. En Bibi en Olivia zitten achterin. En Olivia heeft tot nu toe alleen nog maar geslapen in de auto. Dus volgens mij heeft ze het wel naar haar zin. En het is super mooi weer vandaag. En we zijn een mooie autorit dus aan het maken. Het is ongeveer 1,5 uur rijden. Dus ja, zin in. Kijk hoe mooi al die velden. Wij hebben een lekker ijsje. Ik heb deze met After Eight. Wat heb jij, San? Met oma's appeltaart. En Biebsje heeft met spiegels. Zo, we zitten weer in de auto terug naar Amsterdam. Het was super gezellig. En we hebben een hele mooie foto gemaakt met al onze generatie vrouwen. Mijn oma, mijn moeder, de baby, ik. En het was de eerste keer dat mijn oma, die 96 is geworden vandaag, Oliviaatje zag. Dus wel heel bijzonder. En we hebben even heel gezellig op het strand gelopen. En we hebben net even een ijsje gehaald. En we zijn nu in Bergen aan Zee. Maar San ging even kijken naar de zonsondergang. Alleen ik wilde Oliviaatje niet uit de auto halen. Dus ik ben gezellig even met haar in de auto blijven zitten. Want ze slaapt heel lekker. Dus we rijden nu lekker terug naar Amsterdam. En dan moet ik nog een beetje wat doen. Nou, ik moet echt mijn kledingkast opruimen. Opruimen is niet eens het woord. Het is echt zo'n ontplofte bende. En omdat ik deze week ook weer op reis moet. Eigenlijk moet ik elke week... Ja, ik moet vanaf nu elke week op reis tot de zomer. Ik ga in de zomer 3 maandjes naar Los Angeles weer. Ook met Olivia natuurlijk en Sander. Dus ik moet alles een beetje op orde gaan krijgen. Maar ik moet morgen werken. Ik heb afspraken. Ik heb een shoot. En het klinkt elke keer een beetje vaag als ik dat zeg. Want ik heb een shoot. Maar ik zal binnenkort wel een video maken over wat ik nou precies doe voor werk. Ik heb al eerder gezegd dat ik dat zou doen. Maar daar ben ik nog niet aan toegekomen. Op mijn vorige vlog trouwens hadden een aantal mensen achtergelaten wat voor video's ze leuk zouden vinden om te zien. Zoals designer pack collectie. En iemand vroeg op mijn home tour. Nog wat dingetjes. Dus als jullie nog leuke ideeën hebben, laat dan even achter. Want dat vind ik wel leuk om te weten en dan heb ik ook weer motivatie en ben ik weer excited om een nieuwe video te filmen. Dus laat even weten. Wij gaan nu terugrijden naar Amsterdam en dan zie ik jullie later. Hey, wat vind je van je nieuwe bloemenkroon? Ik had nog wat dingetjes bij aan en besteld. Ik dacht, het is wel leuk om te laten zien. Ze zijn trouwens wel allemaal voor Olivia. Ik heb deze haarband voor haar besteld. Super schattig. En heel veel witte pakjes, want kan je nooit genoeg van hebben. Deze leggings. Super schattig. Met dit op de achterkant. En in het wit. Ook met dat. Deze grijze broek. Ik ga er even snel doorheen hoor. Nog meer rompertjes. Groen had ze nog niet. Ik dacht het is ook wel leuk. Nog meer witte rompertjes. Wit, wit, wit. Dit is echt voor de eerste boottocht. Vind ik dit echt een hele geslaagde outfit. Super leuk. En deze, een bomberjackie. En de achterkant is super cool. Daar staat namelijk dit op. Ik wil dit jasje eigenlijk zelf ook wel hebben. Dus dat. En een roze broek. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En het is best wel vroeg, het is nu 8:30. Ik ben niet zo'n vroege vogel, maar... Vandaag ging ik opstaan voor iets heel erg leuks en ik ben daar nu naar onderweg en daar komt een hele aparte video ook van. Maar ik kan al wel alvast zeggen dat het een project is met H&M. Dus daar ga ik nu heen en ik ga jullie meenemen en ik ga alles filmen. Ik zal voor deze vlog een klein stukje filmen en voor de volgende video dan uitgebreid alles. Ik ga nu mijn nagels laten doen en kijken hoe cool deze plek eruit ziet. Ik ga nu mijn nagels laten doen bij Jessica. En zij doet hele coole dingen. Ook op haar Instagram account, die zal ik even linken hieronder.
Dit is, zo ziet het er hier uit. En er zit nog niks op mijn nagels, zoals jullie zien. En zij gaat iets heel cools doen. Wat gaan we doen? Ja, we gaan eigenlijk, we hebben net even nagels voorbereid. En we gaan nu een gelcolor aanbrengen. En daarbij gaan we eigenlijk oogjes maken vanavond. Dus dat is super leuk. Ja, zo cool. En de rest gaat gewoon eigenlijk wat rustiger blijven. Dus dat echt de focus daar op die oogjes komt. Dus dat is super leuk. Cool. Nou, jullie gaan het zo zien. Ik had net niet echt meer tijd om het eindresultaat te filmen, maar dit is het dus geworden. Ik vind het echt zo vet. Ik heb aan de andere hand heb ik het ook echt te cool. Ik kom dus net thuis en ik heb even snel mijn kledingkast opgeruimd. Hier zijn deel van mijn schoenen. Ik weet het, het is een beetje veel allemaal. Misschien moet ik even een keer een aparte kledingkast tour doen. Koffer inpakken. Ik heb dit voor Olivia al ingepakt. Dus die van haar is gedaan. Maar ik ga niet zoveel meenemen, want ik ga daar shooten. Dus alle spullen die ik daar ga gebruiken, die zijn daar allemaal. Dus ik denk dat ik alleen dit ga meenemen. Het is nu 10 uur en ik ben nog steeds aan het werk. Dus ik ga even dit eten. Dit is wat ik aan heb. Deze is van ASOS. Deze jas is van Anoushka. En er zit ook een groot capuchon. En deze is van Storrets. Schoenen zijn van H&M. Die zijn trouwens echt heel cool. En die zitten super lekker. En mijn tas is van Chloe. Hey guys, het is 7 uur 's ochtends. En ik ga vandaag naar Berlijn voor 2 dagen. Een campagne shoot met Zalando. Dus dat wordt vast heel erg leuk. Ik werk best vaak samen met Zalando. En dat vind ik altijd super leuk. Dus ik ga er even vanuit dat dit een leuk tripje wordt. Ik zou eigenlijk zonder baby Olivia gaan. Maar kijk eens wie er meegaat. Baby Olivia. Die worden vooral dan een keer een slaapje aan de mis. Dus dat is super fijn. Want ik zou wel 2 volle dagen weg zijn. Dus ik ben benieuwd. Vandaag is het dus donderdag. En het is heel mooi weer in Berlijn. Dus ik denk dat we zo nog even wat leuk gaan doen. Sander en Bibi zijn ook mee. En vandaag heb ik de hele dag vrij. En dan morgen. Kijk, mijn nagels zijn matchy met mijn shirt. En dan morgen werken. Om 7 uur 's ochtends gaan we beginnen. En dan zaterdag heb ik ook een hele grote. Shoot alleen in Nederland. Maar dat ga je ook gewoon zien. Oké, ik ben in de hotelkamer aangekomen. Zo ziet het eruit in de woonkamer. Dat is een bedje voor Olivia. En deze, we gaan het zelf onderzoeken. Dit is de eerste deur. En dat is een klein keukentje. Super grappig. Dus die kan je dan dicht doen. Dan zie je ook helemaal niet van buiten dat dat een keukentje is. En dan denk je, waar is de slaapkamer? Wij hebben hem nog niet gevonden. En Zalando heeft een klein cadeautje, denk ik, neergelegd. Hier is een deur. Wil jij hem open doen? Wat is dat? Oké. Okay. Oh my god. Het is echt zo weird. Oh, en hier is een bad. Oh, daarboven kan je slapen. En die kunnen ook open. Oké, okay, cool. Okay, we zien dus dat hier nog een gang is. Een deur en een gang. En hier zie je weer allemaal deuren. Dit is de gang. Nou, een kleine Ollie huilt. En hier is een bed. Zo cool. Dit is echt zo tof. Wat is dit? Nou, dat is de andere deur naar de slaapkamer. Ik heb geen make-up op, natuurlijk. Oh, mijn batterij is leeg. Nog een badkamer. Cool. Heel cool. Oh, en dit? Wat is daar? Oh cool, een kledingkast. Dit hotel is echt te freaking cool. En dit? Een sauna. Oh my god, dat dit allemaal in 1 hotelkamer zit. Zo tof! Kijk eens wie er door Berlijn aan het rollen is. Ja. En
we hebben ons even opgeflist en zo. En we gaan nu gaan we even eten. Ik had geen zin om make-up te doen, dus ik heb lekker mijn grote zonnebril. Ik had ook geen zin om make-up op te doen. Ik heb ook mijn grote zonnebril op. We gaan hier deze brug oversteken. Wij gaan even cupcakes halen, alleen welke. Hoe valt het met de baby? Goed. Kleine Olivia in Berlijn. Ina best wel. Goedemorgen. Het is inmiddels 8:30 en ik ben op de shoot voor Zalando vanaf een uurtje of 7. Dus best wel vroeg. En ik probeer de hele dag te vloggen, maar gaat niet echt lekker. Want we zijn de hele tijd alleen maar aan het haasten. Dus ik heb nog helemaal geen tijd gehad. Maar ik zal proberen zoveel mogelijk te filmen vandaag. Ik ga de eerste outfit uitproberen. Shooten en kijk eens wie hier is. Hey schatje. Oh, even licht op jou. Ja, geen Anna. Ja, nu is het goed licht. Die wordt even gesteld. Even gesteld. En die gaat nu shooten, denk ik. Ja, en dus filmen. We gaan nu de foto's en de video doen. Hebben wij ook in één keer gedaan. Ja. Yes. Oeh, allemaal dingen voor op een jasje. Dan kopen ze in een winkeltje hier. Okay. Deze zijn cool, die fietsjes. Deze zijn ook wel cool. Die bril is grappig. Oké, ik ben klaar met shooten. En het was best wel intens. Ik kon helemaal niet vloggen eigenlijk in between. Dus vandaar dat ik niet echt gefilmd heb. Maar de content die we gemaakt hebben, de video en de foto's, die komen wel snel online. Dus dan zal ik het jullie wel even laten weten. En ik heb gezellig Sander, Olivia en Bibi weer opgezocht. En we gaan nu even lunchen. Zo, ik ben weer in de auto. Ik had echt super weinig tijd om te vloggen de hele dag. Want het was dus super chaotisch. Maar ik denk wel dat alles goed is gegaan. En het was vanochtend heel vroeg. We zijn om 6:00 begonnen. En het is nu inmiddels 6:30. En we gaan nu naar Almelo rijden. En dan gaan we bij Sander's familie eten. En dan terug naar Amsterdam. En dan moet ik nog even het een en ander voorbereiden. En dan morgen heb ik de shoot waar ik heel excited over ben. Over het nieuwe project. Wat aanstaande dinsdag al uitkomt. En het is met H&M, dat had ik al gezegd. En ik kan echt niet wachten om het allemaal te laten zien aan jullie. Ik denk dat het super, super vet wordt. En ik ga het ook met allemaal leuke meiden shooten. Dus het wordt ook wel een leuke dag. Maar nu ben ik wel best moe. Maar goed, dat maakt niet uit. Hoi. Ik kom net thuis van de hele dag shooten voor mijn H&M project. Die heel snel uitkomt. Ik heb de hele dag gefilmd, maar daar komt dus een aparte video van deze week. Dus dat gaan jullie allemaal zien. En ik heb mijn kleintje weer gezellig. We zitten lekker bij mij thuis voor de deur. Even nog buiten. Dus ja, ik hoop dat jullie mijn vlog leuk vonden. En als je nog niet gesubscribed bent, doe dat dan even hieronder. En dan zie ik jullie dus heel snel weer, want die video komt heel snel online. Bedankt voor het kijken. Doei doei! Hi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Het is weer een nieuwe week en ik ga deze week weer allemaal leuke dingen doen. Dus ik blijf lekker vloggen. Ik heb het nu wel goed te pakken, de smaak. Dus hopelijk blijft er komende tijd gewoon elke week een nieuwe vlog komen. En wellicht, had ik in de vorige video al gezegd, misschien ook andere unboxing video's.